een nieuwe video van Forza Horizon 4. En vandaag gaan we rijden met deze bad boy. Dit is de Lamborghini Urus. En dit is ook nog de prototype van de daadwerkelijke auto. En dat kan je zien aan onder andere die spiegels. Of beter gezegd, die camera's. Want het zijn geen spiegels. En er komt binnenkort ook nog een andere Urus in de game. Dat is volgens mij bij de DLC. En dat is wel de release variant, zeg maar. Want dit is zeg maar een prototype dus. Maar we gaan hier vandaag een beetje mee rondcrossen. Ik heb hem nog niet getuned, dus dat gaan we eerst even doen. En hij is al flink ondergesneeuwd trouwens. De sneeuw is inmiddels wel weg. Maar je had het waarschijnlijk al gezien. Het is een winterwonderland. Dus het is inmiddels weer winter. Maar daar hebben we helemaal geen probleem mee. Want deze auto moet dan makkelijk kunnen. Ik vermoed dat dit sowieso een van de betere auto's is die je kan gebruiken voor in de sneeuw. Gewoon qua echt off-road auto. Je kan sommige auto's een beetje tunen zodat ze off-road worden, maar... Echt gewoon als SUV. Is dit waarschijnlijk een van de betere die je kan nemen? Hier zijn we nou weer. Heeft de kasteel toen nog een beetje nut? Ik was het alweer vergeten. Ik dacht, oh wacht, hier heb ik mijn kasteel. We gaan even kijken hoe we dit ding kunnen upgraden. Ik vermoed dus heel erg weinig qua visuals. Maar qua performance zullen we hem wel een beetje kunnen pushen, denk ik. Dus, niet upgrade heroes. Upgrades? Wat zijn eigenlijk die mastery dingen? Hey, wheelspin, oké. Okay. I like it a lot. Dan gaan we dat ding even unlocken. Ik kon zometeen ook nog even verder met een tournament. Dat was volgens mij ook voor dit soort voertuigen, dus dat is perfect. En dan wil ik daar ook nog een andere auto gebruiken. Dat is volgens mij een Alfa Romeo SUV. En dat een tijdje terug gewonnen, of gekregen. En die heb ik eigenlijk nog niet gebruikt, dus daar ben ik wel benieuwd naar. Hij wordt een stuk beter als we er gewoon de banden onder gooien. Maar we zitten momenteel in de sneeuw. Dus we moeten sowieso die sneeuwbanden erop laten. Maar dat maakt dus wel een flink verschil. Als je ervoor kiest om gewoon street tires erop te gooien. En we kunnen de banden breed maken. Ja, whatever. Ik vind het allemaal prima, joh. Ik vind die velgen niet echt direct mooi. Maar ik denk wel dat ik ze eronder laat zitten. En hierbij... Oh. Oké, die had ik niet verwacht. Ik ga het niet doen. Simpelweg omdat ik deze bumper al op meerdere auto's heb zitten. En ja, het past ook niet echt bij dit model. Het zou zo vet zijn als je hier zo'n band erachterop kon doen. I don't know. Waarschijnlijk ben ik de enige die dat vindt. Maar oké. En dan hebben we hier nog... Oh, die lampen. Ja, gaan we niet doen. Want whatever. En wat? Oh, dat is de complete kit. Oh my god. No way. Dit moet je niet willen. Nee. Voor de rest blijven we overal vanaf. $50,000. Install. Ik ga zo meteen even kijken voor een livery. Ik wil hem eigenlijk anders hebben. Maar ik weet niet hoe. Dus misschien dat er wat mooie liveries tussen zitten. Ik vermoed van niet hoor. Maar we hebben tenminste even gekeken. Dat is designs en paints. En dan find new designs. Ik wil iets wat niet te extreem is. Maar gewoon... Ik weet niet. Gewoon net iets anders. Maar dit is allemaal verschrikkelijk. Het is allemaal stuk voor stuk verschrikkelijk. Oké, we zijn klaar. Ik heb hem gewoon rood gelaten. Het enige wat ik heb veranderd is... ik heb de ramen getint en de zogenaamde spiegels heb ik zwart gemaakt. En that's it. I don't know. Ik vind het rood nog steeds niet echt geweldig. Maar ja, we zullen het ermee moeten doen. In 400 meters. En die is ook nog nieuw. Dat is waar ook. Er zit een nieuwe FD-auto in de game. Die gaan we binnenkort even testen. Maar voor in de sneeuw driften, I don't know. Het leek me niet echt een verstandig idee. Dus we gaan eerst even met deze auto rijden. En ik was dus bezig met een championship. Dat is perfect. Blijkbaar is hier een event, dus dan gaan we daar naartoe. Ik moet nog twee events doen voor de championship. Hierna wil ik even iets anders proberen. En dat is challenges complete voor Forza Points. Want als het goed is, krijg je dan 200 Forza Points. En dan kan ik een nieuwe auto kopen. Het is een beetje vergelijkbaar met die Ford Fiesta die ik een tijdje terug had. En... Dus. Ik kan... ik kan niet deelnemen. Waarom kan ik niet deelnemen? Blijkbaar is mijn auto te snel voor dit event. Very nice. Weet je wat? Dan gaan we even rijden met deze Quattrofoglio. Dit was die andere auto die ik zo meteen wil gebruiken. Dus die gaan we dan nou wel doen. Dan gaan we daarna onze Lambo... detunen, I guess. What the fuck? Dat is flauw. Maar waar ik het dus over had is... Er zit nou een nieuwe auto weer in de Forza Shop.
En dat is een nieuwe Hoonigan Ford, Ford Focus, volgens mij. En een tijdje terug hadden wij een nieuwe Hoonigan Ford Fiesta gekregen. Dus ze zijn vrijwel identiek, maar ik wil hem wel hebben. Dus daar moeten we 200 Forza Points voor sparen. En die heb ik nou dus nog niet. Dus dat gaan we straks proberen door middel van challenges. Maar halleluja! Fijn. Ik wil er zo graag met die Lambo rijden. Ik kan dat niet. Dat is zo messed up. Ik moet wel zeggen, dit ding is trouwens snel. Valt me niks tegen, want deze auto is volledig stof. Dit is de Alfa Romeo dus. Deze zat in de carpass, dacht ik. Ik neem aan dat dit vrouwen allemaal dan stock auto's zijn. Nou, dat klopt niet trouwens, want er rijdt voor een Lamborghini Urus met een white body. Ik weet niet of je het kan zien, maar dat was overduidelijk een white body. Oh, niet over de kop, niet over de kop, niet over de kop. Oeh, dat ging hier bijna. Dat ging hier bijna. Komt er een trein aan? Nee. Het zou wel vet timing zijn als er net een trein langskwam of zo. En ik had moeten remmen, I know. Ik zat te zoeken naar een trein. Treinspotter. Kijk die Urus, dat is toch verschrikkelijk. Oh, we kunnen hier kiezen. Ik ga linksaf. Fuck jullie. Ik ben links. Oh nee, ze gaan door... No! Ze gaan door een treinspoor. Of een treinspoor door een tunnel. Dat wilde ik ook. Dat is wel vet. De race die ik hiervoor had gedaan... Oeh, nice. De race die ik hiervoor had gedaan had ook weer bepaalde keuzes die ik kon maken mid-race. Want dit was een championship van 3 races. 1 had ik al gedaan voor de video. Want ik wil niet 3 van dezelfde events doen in 1 video. Ik wil dat een beetje afwisselen. Vandaar. En dit is ook best wel een lange race trouwens. Come on, Alfa Romeo. You can do this. Oh. Het lijkt net alsof iemand erop is gaan staan, waardoor hij helemaal plat gedrukt is. Want die Urus is standaard sowieso heel erg laag. En nou is hij ook nog zo breed. Die vorm klopt gewoon niet. Oh. De race zit er bijna op trouwens. Ik moet wel winnen. Ik moet die Urus voorbij kunnen. Oh, dit is mijn kans. Kijk die multiplier boven mijn beeld. 30.000 keer 5. Oké. Oké. 150.000 punten. Just like that. Ik mag alleen nou niet crashen. Maar ik denk niet dat dat nog zal gebeuren. Kijk eens aan. Onze eindsprint. Let's go. Je kan zeggen wat je wil. Die Alfa Romeo deed heel erg goed. Dat is een heel goede wagen. Had ik niet verwacht. Vooral nu dat hij volledig stok was. Er was niks aan veranderd, niks aan gedaan. Daar sta ik versteld van. GG Alfa. GG. $20.000. We hebben ook nog steeds een wheelspin trouwens die we moeten openen. Maar misschien dat we nou ook nog level up zijn. Dan hebben we weer een wheelspin. Dan hebben we er 2. Dat zou wel handig zijn. Ja, ja, sowieso. Hell yeah. Kijk eens aan, 163 alweer. Het is jammer dat je niks echt speciaal unlockt wanneer je prestiged. Ik denk niet dat ik die heb. Dat is wel lachen. Dat is wel geinig. En, oh, we maken niet gelijk die andere open. Ik denk we openen gelijk die tweede. Ik weet niet of ik dat ding heb. Dat zag er wel interessant uit. Wel iets voor een rally of zo. Voor een wheelspin. Zit hier wat anders tussen. Er zit wat legendary tussen. Oh, dat was een ouderwetse Ferrari. Die we niet krijgen, we krijgen 130k. Ah, prima joh. Prima. Voordat wij verder gaan... kan ik misschien nog een extra wheelspin unlocken. Als ik even weet waar ik ook moet kijken hier. No. Ja, ik kan het doen, deze. Maar wil ik dat doen? Wat is dit? Oh, cross-country events. Ja, fuck it. Ik kan het niet laten. I need to feed my addiction. Mijn ultieme doel is om al die wheelspins van al mijn auto's te gebruiken. Maar sommige zijn zo duur. Waaronder deze eigenlijk. Ja, deze viel op zich al mee. Disappointed. Oeh. Het is mistig aan het worden. God damn. Dat is echt flink mistig. We gaan even kijken of wij hier in de buurt toevallig een woning hebben zitten. We hebben er eentje hier achter. Hebben we nog een andere toevallig? We kunnen naar die gaan. Ja, prima. Dan kunnen we even een eindje over de snelweg rijden. Oh, oké. Turn right.
Ik volg alleen maar de instructies, hè. Hij zei dat ik rechtsaf moest. Dat is wel niet helemaal de bedoeling zo, maar hey. Het werkt, I guess. 270. Ja, dat had ik niet verwacht van dit ding. Bijna 275. En ik ga hier linksaf, dit is mijn afslag. Bye! Maar dat is zeker niet verkeerd. Dan weet ik alleen niet wat we nou moeten doen. Met die Lamborghini. Waarom kon ik eigenlijk niet deelnemen? Ik heb niet gekeken. Ik kan even kijken of ik dat op de map kan zien. Waar is de laatste event is hier? Oh, hij is gelimiteerd tot level 800. Dus daarboven kan je niet deelnemen. En dat was dus de reden. Ik had er net $50.000 aan upgrades opgepleurd. En die mogen er nou allemaal af. Dat is fantastisch. Kijk eens aan, 799. Perfect. Ik heb er veel van afgehaald, zoals je kunt zien. Maar, hey. We moeten er wel over hebben om deel te kunnen nemen. Wat op zich wel logisch is. Ik vind het wel een goed iets dat races beperkt zijn tot een bepaald level. Want op die manier is het natuurlijk wel competitive. Dan heb je niet dat één auto vele malen sneller is dan een andere. Dus ik snap het wel. Ik had alleen niet opgelet. Dus my bad. Dan gaan we even kijken wat dat laatste event was. Zoals Hero. Mooi dichtbij. Hij is dus wel degelijk nou... ten eerste is hij trager. En ten tweede is hij nou zwaarder geworden. Maar moet wel goed komen. Oké, we zijn bij het laatste event. En trouwens, heb ik nog niet gezegd. Maar de prijs hier voor top 1 is $15.000. Dus geen specifieke prijzen helaas. Dat was vorige week ook al niet. En de week daarvoor ook al niet. Dus een beetje teleurgesteld. Zou wel leuk zijn om hier en daar wat... wat bijzondere dingen te kunnen unlocken. Ik denk wel dat het een van de vetste SUV's van het moment is. Ik weet niet wat de prijs van zo'n ding is. Maar ik bedoel, ten eerste, je hebt een Lamborghini, wat sowieso heel erg vet is. En ten tweede, het is een SUV. Het is meer een soort familieauto. Je hebt lekker veel plek, veel ruimte. Ideaal. Ook al zou ik toch waarschijnlijk liever dan voor de Cullinan gaan. Maar die is volgens mij ook weer veel duurder. Denk ik, I don't know. En ik vlieg helemaal uit de bocht. Oh! No, 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 no! Niet over de kop. Niet nu. Dit is sowieso een veel korter event dan dat van net. Want we zitten nu al bijna op 25%. Wow. Ja, ik moet zeggen, qua rijgedrag voelt hij niet veel anders dan die Alfa van net. Die Alfa was echt... die overtrof mijn verwachtingen. En ik krijg echt als een balloon. Wat hebben we hier voor ons? We hebben een Range Rover en een BMW. Natuurlijk een oudere BMW, zo te zien. Oh, hier gaan we. Hier gaan we. Yeah, buddy. First place. Ja, ik denk dat we dit... Ah, nou mag ik wel zeggen... Nee! Dat we dit niet meer afgeven. Ik moet echt meer voor me kijken, jongen. Oké. Ik wilde de weg volgen. Dat was niet de bedoeling. Ik moet die eerste plaats weer terug zien te pakken, hè. Maar hij is wel snel. Hij is pittig snel. Oh, wacht. Hier hebben we een rechtstukje. Dan kom ik hem al voorbij. Dit is ook een beetje de eindsprint, volgens mij. Oh. Over een voetbalveld heen. Kijk, hier is het alweer. De finish. Nee, ik heb alle drie de events gewonnen. Dus, we hebben sowieso gewonnen. Er is geen twijfel over mogelijk. Hé, hey, die $50.000 extra is altijd fijn. Altijd meegenomen. Boeit mij dat heel veel? Nee. Ik had liever extra experience gehad dan extra geld. En... 20? Oh! Wacht. Oh. Dat is waar ook. Bij elk niveau krijg je een bepaalde prijs. Alles bij elkaar was een ton extra. Dat is wel veel, als je het zo zegt. Daar heb ik rekening mee gehouden. Dat is nice. Dus we hebben een ton gekregen voor de championship. Oké. Nu we dat gehad hebben, wil ik eigenlijk even kijken of wij deze challenges kunnen completen. Dus deze is dat. En zoals je kan zien, win 200 Forzathon points. Nou, de reden waarom ik dat dus wil winnen is voor een auto die er nou in zit. En dat is deze. En dit is dus de Gymkhana 10 Ford Focus. En een tijdje terug hadden wij de Gymkhana 10 Ford Fiesta. Dus ze zijn niet veel anders van elkaar. Maar ik wil ze gewoon beide hebben, want ik vind ze super vet. Maar daar heb ik dus geen punten voor, dus dat moeten we nou dus gaan doen.
En het eerste wat we moeten doen is own and drive any rally monster car. Dus dat moet niet zo'n probleem zijn. Die heb ik genoeg, denk ik. Mijn nadruk op denk ik, want ik heb eigenlijk helemaal geen idee. Ik denk dat we gaan rijden met deze Civic. Ik heb die Civic nog nooit gebruikt. En ik ben goed benieuwd. We hebben er alleen geen sneeuwbanden onder, dus ik moet even snel sneeuwbanden eronder pleuren. Maar dan gaan we eens even kijken of we al deze challenges kunnen completen. Ik weet niet hoeveel het er überhaupt zijn. Ik kan even rijden zonder sneeuwbanden. Maar hij klinkt natuurlijk wel prima. Voor een grasmaaier. En hij is gelimiteerd op 220 zo'n beetje. 225. Waarom? Kun je die... Wow. Kun je dat niet afhouden? Volgens mij kun je die eraf houden. Voordat wij met deze auto challenge gaan doen, wil ik heel even terugrijden. Om te kijken of wij hem kunnen upgraden. Dat we die limitatie eraf kunnen halen. Want volgens mij kan dat wel. Of in ieder geval bij sommige auto's is dat mogelijk. Dus misschien bij de ding ook. En zo ja, dan maakt het hem gelijk een stuk fijner. Dus we zullen zien. Dan moet ik weer even richting mijn kasteel. Die je gewoon daar kan zien. Hoe ver is dat? Kijk, daar is mijn kasteel. Is dat mijn kasteel? Volgens mij wel. Ik had niet verwacht dat ik het ooit zou zeggen, maar ik vind het best wel een vette Civic. Ik vind hem serieus best wel cool. Er is waarschijnlijk ook niet heel veel meer van over, van de daadwerkelijke Civic. Maar nou, lijkt het. Nou, we zullen zien of wat mogelijk is met het ding. Kijken of ze de rode loper al weer uit hebben gelegd. Maar hopen van wel. Nou, in de sneeuw. Ja. Jazeker. Oké, upgrades en tuning. Als eerste weer de car mastery. Niks boeiends. Weinig ook trouwens. En custom upgrades. We gaan eens even kijken. Wat kunnen wij hier aan doen? Zo te zien vrijwel niks. Gewoon legit vrijwel niks. Dit zijn alle upgrades. En kan ik... Ik kan... Er zijn geen sneeuwbanden voor. Ik kan geen andere banden eronder gooien. Oké, dat is... Dat is fucked. Dan gooi ik wat bredere banden onder. Ook goed. Nee, maar er kunnen dus geen sneeuwbanden onder. Ik kan een engine swap doen. Turbo rally, maar dat doen we niet. Maar dat is... Dat valt me echt tegen. Oh, dat is wel nice. Ik denk dat ik die erop gooi. Of ja... Het is niet per direct misschien mooi, maar... Het past bij het thema, rally. Dus, sorry. Het spijt me zeer. Ik weet dat heel veel mensen het lelijk vinden. Ik ben er ook niet helemaal over uit, maar... Ze zijn vrij groot, ben ik het mee eens. Maar... I don't know. Ik wil er meer een soort van rallyauto van maken. Of gebruiken als rallyauto. En dan horen die lampen erop. Kijk, die lampen kunnen we ook goed gebruiken. Nou, het wordt al donker. Wat was eigenlijk de challenge die we moesten doen? Het is wel slim als we eerst even kijken natuurlijk. Wat is het doel? Forza dinges. Oké. Okay. Er zijn dus in totaal 4 challenges. De eerste challenge was gewoon daadwerkelijk pak die auto. En de tweede challenge is full throttle. Keep the throttle pinned through the corners to earn 20 ultimate drift or e-drift skills in your rally monster. Dus met andere woorden, ga driften. Oké. Okay. Klinkt als een prima plan. Is het misschien slim om dan van die drift zones op te gaan zoeken? Nou, ik kan hier ook op proberen te driften, maar het probleem hier is dat je met verkeer zit. En in een drift zone, dan wordt alle verkeer natuurlijk ghost. Ik heb dus juist een drift zone. Met heel de pokkaart gereden, kom ik erachter dat het off-road is. Ik denk dat het een stuk verstandiger was geweest als we daadwerkelijk een andere auto hadden gepakt, maar... Ik geef niet op mijn... Om een Civicje. Let's go! Dat was een awesome e-drift. Oh, wacht. Moest het awesome zijn? Want ik heb niet veel awesome e-drifts gehad. Wacht even. Heb ik nou überhaupt wel iets gedaan? Ik heb er pas 3. Ja. Het moet zelfs ultimate zijn. Ultimate drift door e-drift. Dus niet gewoon een e-drift. Een ultimate e-drift. Oké. Dat is dan wel een beetje jammer. Hoe gaan we dat hier doen? Geen idee. Wat is de afslag? Hier. En dat is great. Dat is niet eens awesome. Of ultimate bedoel ik. Hoe in hemelsnaam krijg ik een ultimate?
Come on! Ik mis wat power, jongen. Laat zien waar je in huis zit, Civicje. Come on, V-Tech. V-Tech erop. Het is allemaal great, dit is niet Ultimate. Hoe de fuck krijg ik Ultimate? Ik dacht echt dat deze challenges niks zouden voorstellen. Maar, I was wrong. oh, hier is... Huh? Kan ik daar naar beneden? Want hij geeft hier aan dat ik hier af kan slaan. Kan dat? Nope, dat kan niet. Oké. Ook weer helemaal geleerd. We gaan inmiddels de stad uit. Ik weet niet wat verstandig is om juist in de stad te blijven. Of juist de stad uit te gaan. Kijk of deze rotonde kan driften. Nee, de rotonde is te groot. Ik heb veel te weinig snelheid daarvoor. Oh! Ik kan de Ultimate Drift. Hoe dan? Ik heb geen idee. Ik kan de Ultimate Drift. Oh, Ultimate E-Drift. Waarom? Hoe kom ik ineens aan al die Ultimate shit? Woo! Misschien moet ik dan gewoon langer blijven driften. Dat ik hem blijf chainen. Dat het dan Ultimate wordt. Oh! Walter. Volgens mij had ik weer een Ultimate. Ik vraag me echt af wanneer het Ultimate is. Misschien heeft het te maken met een bepaalde snelheid. Dat het sneller moet. Of dat het juist een grotere angle moet zijn. I don't know. Ik krijg zo langzamerhand wel steeds weer meer van die Ultimate Drift Points. Geen idee waarom. Want het is alles behalve echt goed of zo, maar hey. I will take it. Linksop. Oeh. Ik weet niet wat ik daar raak. Dat is een beetje jammer, maar... Maar kwam er goed uit. Hey, we hebben hem gehaald. Full throttle. Oké, wat is de volgende challenge? Waarschijnlijk dat we daar ook een race moeten doen met dit ding. Vermoed ik. Put your rally monster through its paces and earn a total of 15 stars from speed zones. Oké, dit gaat langer duren dan ik had verwacht. Jesus. Het punt is... Ik verwacht ook niet dat ik 3 sterren kan halen in heel veel speedtraps. Dus met andere woorden, ik moet er gewoon heel veel gaan doen. Of speedzones, geen speedtraps. Oké, hier is het dan. Dit is de speedzone. Het is wel een beetje een lastige route. Dus... I don't know. Misschien dat deze auto daar wel prima voor is. Want als je auto hebt die veel sneller is, dan crash je hier ook meer, zeg maar. Dit is trouwens een andere route dan ik dacht. Guten Tag! Hey, hij deed het zelf after a rally monster. In 100 meters, turn left. We gaan het zien. Wat kan ik hier doen? We hebben hier volgens mij een off-road speed zone, dus... Ik verwacht er niet veel van. Ik vraag me af hoeveel wij nou überhaupt hebben. Hoeveel sterren? Ik denk maar 2 sterren of zo. No joke. En ik moest er 15 of zo. Dat is flink. Stay on the road. Als ik off-road ga, dan telt hij niet meer, dus dan weet je dat. Je kan niet cheaten bij dit soort challenges. Zo werkt het niet. Volgens mij was dit nog best wel een prima rit. Alsnog gewoon maar 2 sterren. 8 km per uur meer voor 3 sterren. Ik heb er net even voor gekozen om een andere auto te pakken. En als het goed is, moet deze auto sneller zijn. Ik had alleen gelijk wel weer een probleem. Hier lagen geen sneeuwbanden onder, dus dat heb ik wel gedaan. Maar ik merk er niet heel veel van. Deze auto houdt ervan om te slippen. Met de inimini bandjes die eronder liggen. Dus ik denk dat misschien die Civic alsnog beter was. Dan deze Renault. Maar ja. It is what it is. Oh, stay on the road. Ik ben al onderweg naar een nieuwe speedzone. Volgens mij is dat hier al. Nou, we zijn er bijna. Die Civic had gewoon 100 keer meer grip dan dit ding. Hij was alleen niet zo snel, maar... Omdat hij zoveel grip had, slip je er niet weg. En bleef je eigenlijk een beetje op dezelfde snelheid hangen. Dus, I don't know. Die Civic kan nog wel eens beter zijn geweest. Nou, nee. Op dit soort rechte stukken zat die Civic zat aan de 225. En dat was zijn max. En ik rijd nu al 237, dus... Ja, daar kon die Civic niet aan tippen. Take the third exit. Wat dacht je van de eerste exit? Ik ga gewoon rechtsaf. En dit is ook gelijk die zone. Dan komen we mooi met snelheid hierin. Oké, I messed up. Zullen we wel zien. Hoeveel sterren ik hier nog uit kan persen.
Zo jammer dan, hè. Net die muurtjes meepakken en dan... Ja, dan is het eigenlijk gedaan. Dan verlies je zoveel snelheid op. Ik kan nog een keertje proberen van deze kant. Ik weet niet eens of dat telt als je zo'n 2 maal doet. Oké, wat kunnen wij hier aan? Net had ik volgens mij 170 of zo. Omdat ik dus als het ware crashte. Wat gebeurt als ik nou niet crash? Oh, no, 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 no. Hij slipt zo verschrikkelijk. Ongelooflijk zeg. Dat was helemaal niet zo'n slechte run. Hoeveel sterren heb ik inmiddels? Oh, wat? Ik heb hem gehaald. Hij gaf helemaal niks aan. Oh, ja, nou, ik wist het. We hadden hem gehaald, yay. Wat is de volgende challenge? Even kijken. Relive the brutal power and speed of these rally monsters by winning 3 Dirt Racing Series events. Helaas, dat ga ik nou niet meer doen. Het spijt me zeer, maar dat gaat gewoon veel te lang duren. Dus ik denk dat ik de video hier gewoon ga beëindigen. Ik wil telkens mijn video's korter maken, maar volgens mij worden ze telkens alleen maar langer en langer en langer. Dus ik ga het hierbij laten. Hopelijk heb je genoten van de nieuwe video van Forza Horizon 4. Laat in de comments achter wat jullie van de Urus vonden. Dat is toch wel echt een hele zieke SUV in mijn ogen. En ja, het was weer een leuke video. Dus vond je het leuk, laat sowieso een like achter. Abonneer voor meer, klik op de bel. En hopelijk zie ik jullie allemaal heel snel weer terug bij een nieuwe video. Dus tot dan en houden we.